Vanaf deze dag gaan wij dagelijks uploaden. Leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video. Jullie zien hier al leuke dingetjes staan en jullie zullen jezelf vast afvragen, waar zijn wij in godsnaam? Nou, ik zal het gelijk verklappen. We zijn weer teruggegaan naar Polen, waar we vorige keer opgepakt zijn. Waarschijnlijk ongeveer 2 maanden geleden kwamen die video's online. En we zijn dus weer in Polen. Het is nu 1 december en daarom is het vuurwerk, ja, de vuurwerkmaand is nu begonnen. Het is al een beetje koud hier zo. Komende zondag is de eerste Polen video. We gaan namelijk niet alleen naar deze markt. Die hier zo is in Polen. Hij is nu gesloten. Dat boeit geen. We gaan in een volgende video gaan we ook naar een andere markt. Verder hier vandaan. Dus dat is ongeveer 2,5 uurtjes rijden. Dus ja, dan kan je sowieso. Ja, gaan we dikke dingen halen. Die markt is niet zo heel bekend. En hier is het toch al wat bekender door onze video's. Van onder andere een of andere Ruben ook. En die van mij. Kijk de schuld. Ik neem jullie gelijk eventjes mee naar zoals vorig jaar. Naar wat we hebben geshopt. En dat zien jullie hier allemaal in de auto. Dus let's go. Een paar hele grove pijlen. Die van Ruben mooi. Dus ja, die hebben we weer gehaald. Vorig jaar stond ook aan deze kant stond een ziek pijlenpakket. Weet je nog, die Duitse pakket? In het Tsjechië bedoel je, ja. Tsjechië inderdaad. Die waren dikker dan deze. Ja, nou ja, deze ben ik ook wel benieuwd naar. 95 grammetjes per raketje, jong. En Pyromax. Dus ja. Hartstikke nice. Dum bum cake. Dum bam. Ja, dum bam. De dum bam. Ja, dat zijn de dikke dingen toch, knallers. Ja, absoluut cake. 25 mm. En dan hebben we hier natuurlijk een gruwelijke cake. Ze zijn allemaal gruwelijk, maar deze ben ik wel erg benieuwd naar. Die is super groot, moet je checken. Kijk, moet je kijken mensen, hoe groot die is. Hij is wel dik hoor, toch? Hoeveel shots? 25, 50 mm. 25 shots, 50 mm. Ook Pyromax weer. En ziet er gewoon gruwelijk uit. F3, oftewel categorie 3 vuurwerk. En ja, die gaan we natuurlijk ook even stoken. Binnenkort zien jullie die namelijk allemaal in de video's terug. Bij Extremeheids 1 of bij Pirate in Delft. Oh, wat aardig hè. Hij maakt ook gewoon klaar voor mij. Ja, tuurlijk. Ik ben de beroerdste niet. Nee. Dus ja, deze zijn we heel erg benieuwd. Ik ben echt heel erg benieuwd naar deze. Ik ben ook benieuwd naar die monster. Ja, die monster daar komen we nu bij. Ruben gaat veel te snel voor mij. Sorry. Kijk eens. De monster cake. 50 mm ook, lijkt een beetje op, nou, hoe kan je hem noemen? Een kleine versie van de Viper misschien? Ik weet niet wat eruit komt. Nee, ik vermoed. Sier, denk ik. Ja, ik denk het ook. Mooi, 80 sier. Meter high staat er. Altijd natuurlijk met een klein korreltje zout nemen. Oh ja, ik doe alsof het niks is, maar hier zie je een aantal Van Weco vuurwerk. Wat zijn dat, Ruben? Patroontjes. Patroontjes. Slaappatronen. Hartstikke nice, 4 pakjes van. Pakje 8 doen. Ja. Ja, het zijn van die dikke knallers, jullie kennen ze wel, denk ik. Nitraatjes. Pak je Crazy Robot. Andere nitraatjes. Die gaan we zo meteen afsteken. Zien jullie allemaal komende zondag in de vlog terug. De eerste Polen vlog weer. Dat hoop je dan maar. Met Ruben. Dus als jij niet eens een keer weer te aangehouden wordt. Of? Ja, misschien worden we wel aangehouden weer. Dus. Nou, dan hebben jullie het misschien al vast gezien op Instagram of zo. Ik weet het niet. Maar hier een pakje Crazy Robot. Een paar euro natuurlijk. Nice dingen. Ik vind deze een van de hardste samen met Crazy Monster. Jij? Heb je nog wel, jij hebt het vaak gewonnen. Cobra 6 vind ik harder klinken. Ja, tuurlijk. Maar ik bedoel voor de grootte van deze. Het zijn lekkere nitraatjes hoor. Ik weet niet of deze harder zullen gaan. Die zijn voor mij ook nu die 18 premium. Ja, en je hebt de Gorilla Bombs. Heb je ook in die klasse. Die gingen ook wel lekker. Ja. Ja, het gaat allemaal wel. Hey, daar heb je ook een Dambam sticker. Ja. Nice. Ja, en de Dambam cake. En dat was het wel zo'n beetje. Nee. Je vergeet de raketjes. Oh ja, ik vergeet de JR101 pijlen. Juist. Dat zijn 10 pijlen. Ze zijn natuurlijk niet te vergelijken met zink natuurlijk. Nee. Maar het zijn aardige knallen. Categorie 3 vuurwerk. Categorie 3 vuurwerk. Dus we hebben een pijlenrekje mee. Jullie kunt het hier zien. Lekker pijlenrekjes. Hij ziet er schoon uit. Is die ook. En dan zetten we die pijlen natuurlijk allemaal die kant op. En dan viscootje er langs. En de lucht in. Ben jij visco bij je trouwens? Ik ben vergeten man. Ja, tuurlijk. Dat is net alleen, maar. Oh, dit roze. Die hadden we vorig jaar ook. Dit moet het wel maar lukken, denk ik. Ja, daar lukt het wel mee. Goedje heeft alles, jong. Dat we deze dingen stoken, zien jullie binnenkort natuurlijk allemaal in de vlogs terug. En ik hoop dat jullie allemaal zeer verrast zijn dat wij ineens hier in Polen weer zijn. Want het is december, het is eigenlijk een soort van verrassing. Komende zondag is de eerste Polen-video online.
En dan is het alweer 3 december en dan gaat het echt opschieten. Ongeveer over 3 weken is het kerstvakantie, oftewel vuurwerkvakantie. En dan wordt het natuurlijk keihard. Vanaf nu, mensen, vanaf deze dag gaan wij dagelijks uploaden. Dus dat houdt in dat we iedere dag om 3 uur een video hebben. Dus komende zondag om 3 uur komt er eerste Polen vlog online. En ik hoop dat jullie er allemaal naar uitkijken. Samen met Ruben. Ruben is ook te zien in de vlogs. Jullie hebben natuurlijk allemaal de vlogs van vorig jaar gezien in Tsjechië. En ik zie jullie de volgende komende zondag in de vlog. Maar morgen komt er natuurlijk om 3 uur ook een video. Want elke dag komt er nu een video online. Later.